Dus dat we dan ruzie krijgen. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag. En zoals jullie zien is de bus van Suus aanwezig. En Suus zelf ook, want het is vandaag de dag dat we weer even de zadels gaan nakijken. Of het lekkere Amerigo zadel waar wij nu mee rijden. Maar wat nu vooral veel gebeurt, is dat Steve en ik alle paarden met hetzelfde zadel rijden. Dus dat we dan ruzie krijgen wie zeg maar het zadel mag hebben en wie met het springzadel moet rijden. Dus vandaag gaan we kijken of we er een springzadel bij kunnen. Nee, niet een springzadel. En vandaag gaan we kijken of we er een zadel bij kunnen vinden. Kijk, Suus heeft al een mooie in een hoesje zitten. Dit is hetzelfde type zadel, alleen een andere boom. Oh ja. De Vries en de KWPN'ers hebben allemaal een andere skeletvorm, een andere spiermassa. En vandaar dat we een Friese boom hebben en een KWPN'er boom. Dus een steile boom en een ronde boom. Dat is eigenlijk beter te begrijpen. Ja. En de boom is het stuk aan de voorkant, hè? Ja, eigenlijk is de boom het stuk aan de voorkant, maar ook de rails hier. Oh ja. KWPN'ers hebben een rails over het algemeen nodig die schuin lopen. En de rondere paarden, over het algemeen de koudbloeden en de KWPN'ers en de PRE's, die hebben een boom nodig met een rails die vlak loopt. Oh ja. Want als je een schuine rails op een vlakke rug hebt, dan gaat altijd spintje. Ja, dat ziet er inderdaad ook niet lekker uit. Nee. Justy heeft het zadel op. Dit is het eerste zadel. Even met een petje eronder, zodat alles mooi schoon blijft. Hij is echt nog heel nieuw. Hij ruikt ook lekker nieuw. Ben ik weer. Suus was er gisteren. Maar ik zit nu op mijn knappe Justy. Op het nieuwe zadel. Ben heel benieuwd. Gisteren even mee gereden. Dat voelde eigenlijk wel heel goed. Met het zadel voor Cashmere en voor Bokken. Daar rijd ik haar niet mee. Maar met een opvulpetje. Die schoof ietsje naar voren. Maar dit zadel bleef gisteren heel mooi liggen. Dus ik hoop dan vandaag natuurlijk weer. Ik ga jullie even kijken of ik het zadel kan laten zien. Het zit heerlijk. De paarden lopen er eigenlijk allemaal heel goed onder. En wat even van arm wisselen. Wat voor bij ons natuurlijk eigenlijk heel fijn is, is dat het een zadel is dat makkelijk ook op andere paarden past. Moet ik het even goed zeggen. Niet een flexibel zadel is, maar een zadel die niet een hele strakke vaste boom heeft. Maar waar wat vering in zit, dus dat het makkelijk meeveert met de beweging van de ruggen van de paarden. Waardoor hun het ook heel erg als fijn ervaren. Ja, genoeg geluld. Ik ga lekker rijden. Justy ging echt heel erg fijn vandaag. We hebben lekker een beetje basiswerk gedaan. Zoals Bas het zegt, zorgen dat de ingrediënten van de appeltaart kloppen. Dus veel tussen twee teugels op de volte en de ontspanning. Dat was even onze doel voor vandaag. De overgangen van de stap naar de draf en van de draf naar de galop goed geoefend. Wat ik nu merk is met het nieuwe zadel, ik weet niet of je het heel goed ziet, maar dat ze al heel snel bij de schoft mooi bezweet is. Dus dat betekent dat ze mooi haar borst intrekt. En we hebben hier, kijk hier, mooi buikspierzweet. En
hier achter het zadel mooi bezweet. Hebben we ook billenzweet? Ja, we hebben daar wel billenzweet. Justy mag zo nog even lekker los. De paddock staat nu vol. Maar dan mag ze zo nog even lekker buiten spelen. Joepie, daar is mijn vriendje. Even dus lekker in de buitenbak spelen. Ga je mee? Oh, het is zo'n lieverd, hè. Ik kan niet blijven zeggen hoe lief jij bent. Zo wel lief meelopen aan het touwtje. Nou, dat moet ik wel echt zeggen. Dat merk je wel heel erg dat hij als jong paard veel in handen is geweest. Dat ze daardoor gewoon echt makkelijk zijn met aan het halsen en op stal. En... buiten dat Notorius veel buiten komt op de wei en met andere paarden, is het ook belangrijk dat ik zelf een team met hem ga vormen, dus dat hij mij echt gaat vertrouwen. Ik doe dit op dit moment veel in de buitenbak, dat hij ook comfortabel wordt met de buitenbak, want we willen hem daar ook gaan zadelmak maken en beleren. Elke dag als ik met hem bezig ben, ga ik kijken of ik verder kan met plekjes te zoeken waar hij het lekker vindt om te kriebelen, wat ik later als beloning kan gebruiken. Elke dag ga ik zo eerst langs de voorbenen, kijken of hij dat accepteert, of ik hem daar kan aanraken. En daarna natuurlijk weer, als hij lief is en als hij het heeft toegelaten, weer zijn lekkere plekjes zoeken om daar een beloning te laten ontstaan. Lijkt me dat hij zelfs achter me aan gaat lopen. Nee, niet. Hij heeft iets anders gevonden wat veel interessanter was. Ging mij toch even 2 seconden het idee geven dat hij als een schoothondje achter me aan ging lopen. Kom ja? Kom! En ik moet mijn enting halen. Nou, ik denk echt dat er niks aan de hand is, maar ik zit mezelf nu denk ik gewoon een beetje gek te maken. Nou, ik ben er klaar voor. Ik heb even normale kleren aangedaan. Die heb ik ook. En nu gaan we snel naar Schravenzande. Oké, nou ik dacht nog wel dat ik iets kon filmen daar. Of misschien in ieder geval mijn enting, maar daar was geen tijd voor. Het was hup binnenkomen, hup laten zien, idee laten zien, hup door, pup enting. En ik denk echt, dat het heeft niet eens een seconde geduurd. Kijk, en ik heb een mooie pleister. Yay! Ik ben echt heel blij met mijn pleister. Nu dacht ik wel later, volgens mij hadden ze gezegd, je kan hem het beste in je dominante arm laten zetten. Dus in de arm waarmee je schrijft. Nu zit hij precies in de andere arm. Dus ja, we zien het wel. Oh, het voelt goed. Ik heb niet helemaal een kwartier gewacht, maar wel 10 minuten denk ik. Maar ik zag een beetje de mensen die tegelijkertijd met mij geënt waren. Die gingen ook weg. Dus ik dacht, doei! Het is woensdagmiddag. Onze Stevie is lekker aan het uitrusten op vakantie. Dus dat betekent dat Kasi en ik lekker samen, niet onder het zadel, maar andere dingen gaan spelen. Vandaag gaan we aan de dubbele lijnen longeren. En hebben we, niet in slaap vallen, hebben we een balkje neergelegd om de coördinatie te trainen en om natuurlijk meer actie in de benen te krijgen. Kashmir is alvast wat lekker losgewerkt, dus jullie kijken even lekker met me mee. Kom, niet in slaap vallen. Goed zo, jongen. Oh. Oh. Kom. Goed zo. Oh. Oh. Kashmir heeft nog even zijn donder uurtje. Oh, jongen. Oh. Oh. Goed zo, jongen. Ho-ho. Ho-ho. Kashmir doet het altijd wel een beetje alsof hij moe is. Is hij eigenlijk helemaal niet. Hij vindt het werk gewoon best wel heel erg moeilijk. Goed zo, jongen. Dus hij deed het heel goed vandaag. Het is nog hartstikke lekker weer. Ik heb de beschermertjes en het hoofd al klaar. Want ik ga met Just even lekker nog een rondje buiten wandelen. Vriendin, kom. Hallo. Hallo. Gisteren heb ik mijn coronavaccinatie gekregen. Ik hoef er maar eentje, omdat ik al corona heb gehad. Ik heb eigenlijk helemaal geen last ervan. Meer een beetje het gevoel alsof je een blauwe plek hebt op je arm. Ik heb Just in de tussentijd eventjes een halsdekertje omgedaan. Anders is deze mevrouw morgen helemaal tot aan de oren vol met poep.
Ik denk ook dat dat nu hier ook gewoon gaat gebeuren. Justy ging heel goed met wandelen. Die was hartstikke lief. Twisha was gelukkig mee. Want meestal als ik met Justy ga wandelen, dan gaat ze gewoon ergens stilstaan. En is echt net een Shetland en dan wil ze niet meer mee. Maar, waarom sta ik in het wagentje? Ik ga het wagentje helemaal inruimen. Want morgen ga ik samen met Tess gaan we weer naar Bas toe om te lessen 2 dagen. Yes, ik hou er echt heel erg van. Mijn hoofdstel hangt er al, mijn kaptoom, voor het geval dat we iets aan de hand gaan doen. Tessa heeft haar zadel al opgehangen, dus ik ga nu die van mij even halen. En hier zadel. Oh, dan weer hier. Poetspullen. Boven in de bandage voor een stal. Dan heb ik mijn dekjes, die hangen nu thuis te drogen. Dus ik moet morgen alleen nog even voer pakken. Just zorgen dat het schoon is. Ik ga vanavond even met het wagentje naar huis. Dan kan ik alvast even tanken. Dat scheelt weer een keer stoppen morgen. Daar ga ik, bepakt en bezakt. Ik moet nog even morgenochtend ook een doos kleren wegbrengen. En het wel was stuk. Sleutel gevallen. Even om te bedenken hoe mijn hoofd er op dit moment aan toe is, heb ik de sleutels van mama de auto gepakt. Dus nu moet ik weer helemaal teruglopen. Geen zin in. Daar zijn ze. De goede sleutels. Want als het goed is, en ik doe zo. Haha, kijk. Gaat hij open? Dat deed hij net niet. Even kijken. Het is echt mega donker. Kijk, hier staat hij. In de wijk. En ik heb met wel mee. Ik zeg jullie wel trusten. En tot morgen. Goedemorgen. We zitten weer in de auto. We hebben even een tas met eten gehaald. Ik heb dit keer niet hele ongezonde dingen gehaald. Ik heb fruit gehaald. En worstjes. Water. En M&M's. En kaasstengels. Daar zijn we bij Justy. En kijk, Justy is eigenlijk... Volgens mij heeft ze niet in de poep geslapen vannacht. Ik heb even Bix bij me. Justy staat. Blondie staat. We hebben alles. En we kunnen gaan. We zijn onderweg. Nog maar 3 uurtjes te gaan. Die is kapot, de brug. Ja, hoi! We zijn aangekomen in Ter Apel. De ponies waren heel lief onderweg, dus die mogen er nu uit. Meekomt. Ja. En niet meer met een soort hakkeltjes. Poetsen, dus. We maken vorderingen. Oh, staat zo, dame. Hij is echt los nu. Dit yes. Heeft ons echt wat opgeleverd. Ja. Jongen, je doet allemaal privacy. Wil ze dat wel hebben? Wil ze dat wel hebben? Jezus. Je mag hem rustig slaan, hoor. Je mag hem rustig slaan. Dat is niet erg. Je bent niet de eerste keer zo. Ik heb nog een paar keer over me heen. Ik ga vanavond mee naar de sportschool van Bastiaan en Amber. Hier om mijzelf door te laten meten om nog bewuster te zijn van mijn eigen lijf. Dit is niet alleen een weegschaal die meet hoe zwaar je bent of wat je gewicht is, maar die meet ook hoe je verhouding tussen spieren, botten en de rest van je lichaam is. Om nog bewuster te zijn van je eigen lichaam, dat we ervan overtuigd zijn dat het heel belangrijk is om een goede ruiter te worden, dat je ook zelf een topatleet kan worden. Pauze nemen,
we zijn net bij de sportschool geweest. We hebben de meting gedaan. Daar zal ik jullie straks nog even wat over vertellen. Bas daarentegen, die kwam daar heel goed uit. En ik, zoals ik weet, moet ik wel wat aan mijn vetpercentage doen. Om het nog leuker af te sluiten, zijn we net naar de McDonald's geweest. Bas heeft denk ik 6 hamburgers besteld. Dat kan. Dat kan. En toen zei Bas, ga maar vast zitten. Ik bestel ook eten voor jou. En voor Daan hebben we dit besteld. Ik krijg appelstukjes. Dus hij gaat nu hier 2 dienbladen vol met McDonald's en opeten. En ik krijg appelstukjes. Ik ben lekker terug op de slaapkamer. Hier is dus het formulier van de meting. Het apparaat meet zeg maar heel je spieren door, maar ook de hoeveelheid spiermassa en zo je hebt. Wat wel heel grappig is, is dat ik dus zeker in mijn benen, nou niet eigenlijk in mijn hele lijf, dat mijn spieren heel erg in balans zijn, dus heel erg gelijk. Dat ik zowel links als rechts in mijn armen en mijn benen heel gelijk ben. Dus niet bijvoorbeeld 1 arm of 1 been heel veel meer spieren of spierkracht heb. Nou, wat er natuurlijk wel uitkwam, en dat weet ik ook van mezelf, is dat ik natuurlijk qua vetpercentage echt wel een stukje naar beneden moet. Sporten was heel leuk. Ik heb denk ik wel echt spierpijn morgen. Want met een paar oefeningen vond ik het echt wel een beetje zwaar. Maar ging ik natuurlijk ook niet aan Bas en aan de instructeur, die natuurlijk voor mij een vreemde was, laten zien dat ik het moeilijk vond. Dus ik merk nu wel dat ik zeker mijn benen wel echt een beetje spierpijn heb. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga lekker snel onder een warme douche staan en dan ga ik slapen. En dan gaan we morgen om 7:15 ontbijten, want om 9:00 heb ik les met Just. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zitten al lekker aan een ontbijtje. Het is nu 7:30, dus we hebben een 30 minuten om te ontbijten denk ik. Ja. Dan 30 minuten om naar stal te rijden en dan 30 minuten om Just op te zadelen. Kijk, ik ben helemaal lekker bezig met de komkommer en een banaan en een ei. Dat is 's morgens, we zijn op stal. Lekker. Je eten voor Just. Ik kan s'avonds te eten, kan ik tegelijkertijd opzadelen. Nou, gaat u maar. Kom maar, Justy. Kom. Ja, kom Just, je kan het. Just denkt, weet je hoe moe ik ben? Moet je alleen even been wisselen, Sonne? Ja, goed zo. Klein beetje gas bij. Nou, Just heeft echt super hard haar best gedaan. We zijn weer veel beter geworden dan de vorige keer. We hebben goed ons huiswerk gedaan. We zijn nu lekker nog eventjes aan het uitstappen. Met Sonne op Justy, de dochter van Bas. Die is Just lekker aan het uitstappen. Onder de bomen, kijk lekker in de schaduw. Gezellig, Just. Ook voor Just wel weer goed dat ze ergens anders een keer niet alleen de bak ziet, maar ook de omgeving. Dat we ook mentaal weer een stukje geoefend hebben.